ben Jan van de Meulengraaf. Ik ben Ad van Meurs. Ik ben Harry van Dijk. Ik ben Johan Schoenmakers. Nou, mijn naam is Wout Hazenberg. Ik ben Piet Snijders. Mijn naam is Jan Verhagen. Ik ben Jan Penenburg. In de oorlog heet ik Greetje Adelaars. Ik ben Toos van Almeide, Baaiens. Ik zat op de zogenaamde boerenschool, dat was de Aloysiusschool, in de Mijlstraat. Wij leerden heel de natuur kennen. Wij kregen zelfs ooit vrij om bij de boeren coloradekevers te gaan vangen. Want die aten de aardappelen op en de bloesem van de aardappelen. En dan mochten we onder werktijd, onder schooltijd, mochten we dan die gaan vangen. En dan kregen we ooit 5 centen per kever. Het was geen opleidingsinstituut voor boeren, maar het was een gewone lagere school, waarvan 90% boerenzoon was en 10% burgermannetjes. En dan probeerde je voor even vriendschap te sluiten met zo'n jongen, zijn boerenzoon. He, onder het speelkwartier at hij altijd een appel. En dan probeerde je je te verzekeren van de kroos of het klokkenhuis. Hè, want dat was ons ontbrekende fruit. En het ging wel een soort burgers tegen de boeren daar, toch wel. Er stond een lange bank langs de zijkant van de school en het ging er altijd om wie die bank had. En dat ging met jeugdig enthousiasme en jeugdig geweld. Boeren tegen de rest. Op een gegeven moment was het zo dat de Duitsers steeds meer gebouwen nodig hadden. Onder andere de Franciscus-school werd gevorderd. En dan ging je naar een andere school. Eerst werden we ondergebracht bij de boerenschool. En dan stond aan de overkant waar nou het industrieterrein nou is. Maar toen hebben de Duitsers dus een groot rood-wit kruis op het dak geschilderd. En dat was dan zogenaamd, vanuit de lucht konden ze dan zien dat rode kruisposten waren, die ze niet mochten beschieten. De Franciscusschool begon 's morgens om 8 uur tot 1 uur. En dat dan de leerlingen van de Aloysiusschool van 1 uur tot 6 uur les kregen. En dat was de ene week zo en de andere week was dat precies andersom. En dan moest je daar weer weg en dan ging je naar Duinendaal. Op Duinendaal daar was een meisjes- en jongensschool en dan ging je dan in ploegen. Dan ging je in een ploeg van 9 tot 11, en dan 11 tot 1 en dan weer van 1 tot 3 en van 3 tot 5. We hadden al die klassen om beurten in ploegen bij elkaar gestopt. Van daaruit zijn we gegaan naar Van Oerlen, daar zat je op de zolder van de weverij. Dat was de Van Oerlen band en de mastweverij. En van daaruit zijn we gegaan naar Suzante, de sigaarfabriek. En van de sigarenfabriek zijn we naar Café de Adelaar gegaan. Sinaasappelen, bananen, het was allemaal niet meer te krijgen in de oorlog. Maar vanuit Spanje zijn er toen toch via het Rode Kruis naar de scholen in Nederland voor de leerlingen sinaasappelen gestuurd. En een vitamine-tabletje. Dat was dus op de gezondheid op te vijzelen. Als er geen alarm was, maar de vliegtuigen al in aantocht waren, dan moesten we razendsnel onder alle banken kruipen. Was er wel een alarm, dan duurde dat meestal wat langer. En dan moesten we met z'n allen hollend verderop naar de Mijlstraat, de Mijlstraat in. En dan gingen we in een sloot bij Boer van der Staak op de schuine kant liggen, in dekking. De hele klas werd in de gang gezet met de rug tegen de binnenmuur en met je hoofd naar beneden, de handen en over, enzovoorts. Die ging altijd met klompen naar school en dat was makkelijk met vechten. Dan kon er een keer optimmeren, hè. Niet dat ik zo'n vechtersbaas ben hoor, maar dat was toch makkelijk.
En ik weet nog wel, mijn oom die deed er altijd al van die ijzeren bandjes om, als ze nog nieuw waren, want dan binnen de kortste keren was ze daar boven ze toch af. Hè? Dan waren ze al kapot. Kijk, en als ze nieuw waren en dan een bandje erom, dan gingen ze niet kapot. Wij hadden allemaal klompen aan. En als wij de school binnenkwamen, dan werden de klompen in de gang, werden die uitgegooid. En dan, dan op kouse voeten gingen we dus de klas in. Als we al kous aanhalen. Want ik moest van de MULO terugkomen, omdat ik ze me niet kon missen vanwege de werkzaamheden in het huishouden. Want ik zat al vroeg achter het naaimachine en dat was natuurlijk makkelijk voor mijn moeder. En er waren geen andere mogelijkheden. En vroeger was het normaal, als moeder zei dat je dit of dat moest doen, dan gebeurde dat gewoon zonder tegenspreken. Hè. Dat was heel, heel vanzelfsprekend eigenlijk. Als we dan thuis gegeten hadden en onze klusjes, onze karweitjes gedaan hadden, want dat moesten wij vroeger, heel hoop dingen doen van schoenen poetsen, aardappelen schillen enzovoort, dat we dan daarna, laten we zeggen, om 2:30 vrij waren, en dus zoveel konden spelen totdat het weer donker werd. Als we thuis waren van school, dan werden we meestal op de een of andere manier ingeschakeld in de activiteiten van het boerenbedrijf. Ik heb op mijn 9e jaar al geleerd om een koe te melken. En ik kon aardappelen schillen. Al dat soort klussen, helpen bij de oogst. Ik moest elke dag 1,5 uur met de koe op stap. Mijn vader had een koe, maar geen wei. Dus mijn broer en ik waren verantwoordelijk voor die koe. 'S Ochtends en 's avonds. Bovendien moesten wij haren rapen. Dat was 's zomers. Op de roggenvelden, op de tarwevelden. Een boer naast ons die dorste dat die aren die wij raapten, dat wij 8 of 9 zakken roggen en tarwe hadden. Een van de dingen die ik moest en waar ik enorm de pest aan had, dat waren de schoenen van mijn vader. Mijn vader de hele dag melkvent had, maar dan moet je weten, in die tijd ging dat niet helemaal in mooie pakjes. Nee, dat was een kan met melk met een kraan eraan en daar moest die melk uitgetapt worden. Dus daar vielen druppeltjes. Dus die schoenen van mijn vader, die zaten helemaal onder de uitgedroogde melk. Je had niks, je had geen bal, je had niks. Dus waar moest je voetballen? Met een prop papier en flink wat elastieken erom en we touwden ermee, daar werd er iets van gemaakt. En dan had je op een gegeven moment, er was geen verkeer, dus wij voetbalden op straat. En dan hadden we een bal gemaakt van vodden. En die een beetje nat gemaakt en dan touwtjes erom allemaal en dat was onze bal. Dat deden we op een punt van de Kapelweg naar de Kempseweg. En daar hadden we een paar goaltjes gemaakt van een paar jassen. En daar werd gevoetbald en dat ging er ook niet zo niet rustig tegenaan. Nee, daar werd flink geshot. En dan gingen toch regelmatig gingen die klompen stuk. En dan ging er een schulp af aan de bovenkant. En dat kreeg ik eerst op ons donder natuurlijk, maar later moest ik ermee naar de smid. Nou, dat ging met mijn appeltje weg al nergens. Een portemonneetje of zoiets op de straat leggen en in de sloot gaan zitten, een touwtje eraan en dan als ze afstapte gauw de ding binnenhalen weer. Op die manier vonden we zelf spelletjes, denk ik. Daarbij hadden we voor wat betreft ander speelgoed, bijvoorbeeld een fietswiel zonder spaken. En dan pakten we een rond houtje en als je niet rond was, dan maakten we dat mooi glad. En die deden we dus in de binnenkant van dat buitenkant, maar toch binnenkant van het wiel. En daar gingen we mee repen, heette dat. En dat ding dat kon je dan sturen met dat houtje. Je zou elk jong kind een speerplek toewensen zoals wij hadden in de Hulze. Het was een immens terrein. Allemaal roggenvelden, aardappelvelden, weilandjes. Er stond geen enkel huis. Er waren allerlei boeren die daar bezig waren, die wij ook allemaal kenden. We visten daar in de Dommel, we hadden wel geen hengel, maar deden dat met een knopspeld.
daar deden we een pier aan en die gooiden we in het water. We hadden geen dobber. Ik heb één keer in mijn leven een paling gevangen in de Stille Dommel. Daarmee. Maar dat was ook het enige. Ik weet nog dat ik bij mijn oom en tante, toen mijn pleegouders, dat ik mijn eerste bromtol kreeg. Dat was ik geloof ik 10 jaar. Dat was het eerste speelgoed. In het begin was het verstoppertje doen natuurlijk. Toen was ik nog 11 jaar, deed ik ook mee. En we hadden buskruid, kabiet. Ja, dat stoof ze af, maar ik wist niet waar ze dat vandaan haalden. Maar dat sprong uit elkaar, klapte het wel. Ja, daar heb ik wel eens bij gestaan. Zulke dingen wel. En de jongens voetbalden en ik ging gewoon andere dingen doen. Maar voor de rest, ja, veel vrije tijd hadden we niet, want dan moest er iets in het huishouden gedaan worden. Hè? Altijd buiten spelen. En dan tegenover ons waren die loopgraven. Daar gingen we dus eigenlijk in spelen. Maar waren we daar beu, dan gingen we met enkele vrienden gingen we de Zalmstraat in, de baan noemde. Dat heette toen de baan, noemden ze de baan. En dan was er een losplaats. En er stond altijd wel een trein en er waren krijgsgevangenen van de Duitsers, Russen en Polen. Die waren daar bezig met die laden en lossen, denk ik, van de trein. En dan probeerden we daar zo'n hard brood, een kuch, van los te krijgen. En ooit lukte dat ook. Maar wij moesten dan altijd opletten dat we dus de verstopten. Of we vlug weg waren, want als de Duitsers het zagen, dan waren we noemen het altijd onze goudklomp, dan waren we die goudklomp weer kwijt geweest. Die Duitsers hielden ook tijdens de oorlog ook manoeuvres. Manoeuvres zijn militaire oefeningen van dat zogenaamde bezettingsleger waar hier zat. En die hielden oefeningen en dan op een gegeven moment, dat ging toch wel fanatiek hoor, op een gegeven moment die dingen. En dan lokten die Duitsers ons en zeiden, kom eens. En dan kregen we een helm op en het werd groen geplakt en toestanden. En dan moesten wij over de spoorlijn gaan kijken wat er aan de andere kant gebeurde. Het Leizend Ven in Boksel was destijds een natuurbad. Daar gingen wij zwemmen. Het was verdeeld, een kant voor de meisjes en een kant voor de jongens. Maar de Duitsers die kwamen daar ook zwemmen. Die vorderden gewoon een plek en die moesten bijvoorbeeld alle kleedhokjes voor zichzelf hebben. En dan lagen wij daar als kind ook wel een beetje op die wei die erbij was. En die Duitsers lagen daar ook. En dan zagen wij toch wel eens gebeuren dat er naast die Duitsers ook een vrouw die zich bij die Duitsers ophield, of meerdere vrouwen bij die Duitsers, dat die samen in zo'n kleedhokje gingen. En dat vond ik als kind van 10, 12 jaar. Toch maar heel vreemd. Nu weet ik wat daar gebeurd is, maar toen snapte ik het niet zo goed. Nou, we hadden toevallig gesneeuwd en wij stonden daar met een man of 10 te kijken. En ik had al een ijsbal onderhand in mijn handen. En toen kwam er een dikke Duitser naar buiten en die ging met zijn achterste naar mij toe. Ging sneeuw verzamelen om zich om te draaien, om te gooien. Maar voordat hij dat deed, pakte ik die ijsbal en die gooide ik. Ik kon heel goed gooien op zijn kont achter. En toen denk ik zo. En toen zei mijn tante, oh nou is hij kwaad. Maar hij draaide zich om. Hij zei, Dirk Knabe kan goed werven. Kermis, daar gingen we wel één keer per 4, toen was het maar 3 dagen. Nou, het is een hele week kermis, maar toen was het maar 3 dagen kermis. En daar mochten we wel 1 keer naartoe. En dan kregen we een kwartje mee en dan riep ons moeder ons na dat je het niet opmaakt was.